Wesseudie Sinterklaasjournaal met vandaag. Waar is Regelpiet? Open Henk maakt studio klaar voor de show en Westie zingt een Sinterklaasnummer. Hey mensen, welkom bij deze laatste Sinterklaasjournaal voordat we gaan beginnen aan de Wes en Rudy Sint Show, de grote Wes en Rudy Sint Show. En we maken ons natuurlijk allemaal nog heel erg zorgen om Regelpiet, want je hebt het al gezien in de vorige keren. Van hij is in Nederland, maar ja, waar is hij? Dat is natuurlijk de vraag. Ja, zijn pak die is hier al. Die is al bezorgd. Nou, alleen het Regelpiet zelf, die kunnen wij nog steeds niet vinden. Vele keer was Sinterklaas hier met Rudy samen, jullie hebben het gezien. Geen Regelpiet gevonden. Dus lukt het jongens om contact te zoeken? Even kijken hoor. Nee, lukt nu nog niet jongens. Nou, dan gaan we vast verder. Dan gaan we naar het volgende, want Open Henk is zojuist al, of vandaag, begonnen. Vanmiddag is hij begonnen met het opmaken van de studio van de grote Wes en Rudy Sint Show. We hebben natuurlijk al de afgelopen 2 jaar een Wes en Rudy Sint Show gehad. Dit jaar dus weer opnieuw. En Open Henk is begonnen dus met de opbouw van de studio. En de show gaan jullie zien hier het weekend van 3 à 4 december op dit kanaal. Dus houd zeker in de gaten als je het niet wil missen. Want dan hebben jullie dus weer de grote Wes en Rudy Sint Show met Sinterklaas, Regelpiet. Tenminste, dat hopen we met Regelpiet, Westboy Piet, Opa Henk en ik en Rudy natuurlijk. Maar goed, we gaan nu kijken naar een verslag van Opa Henk, die de studio dus al had, bezig was met het opmaken van het studio. Kom maar eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die beste Sint. Zo, een beetje de spullen klaarzetten voor de grote Wes en Rudy Sinterklaasfeest. Een beetje de versieringjes neerzetten. Fotootje van Sinterklaas. Belangrijk. Moeten we een plek voor maken ergens. Dat komt wel goed. Maar alles klaarmaken voor de grote Wes en Rudy Sintshow. Die natuurlijk 3 à 4 december op het kanaal is voor Wesley. Ik ben er ook bij voor het eerste keer. Ik kan niet wachten eigenlijk tot de show er is. Nu hopen dat het met Regelpiet beter gaat. Dat is wel even een dingetje natuurlijk. Maar goed, we gaan het zien en hopen dat het goed komt. Ik ga gauw alles hier in orde maken en dan kunnen jullie gaan genieten binnenkort van de grote Wes en Rudy Sint Show. Ik ben erbij. Jullie ook? Nou, jullie zien het. Het studio is er klaar voor. Dat is tenminste iets. Wat? Wat is er jongens? Oh, echt? Oké, we hebben waarschijnlijk beelden van Regelpiet. Kunnen we kijken? Ja, oké, nou, dan doen we dat. We gaan kijken naar de beelden van waarschijnlijk van Regelpiet. Hey, wat zie ik hier nou? De grote Wes en Rudy Sint Show, 3 à 4 december bij Wesley thuis. En op het YouTube-kanaal. YouTube is wel verkeerd geschreven trouwens. Maar als Sinterklaas bij die Wes en Rudy zijn verjaardag komt vieren, dan moet die Sinterklaas weer heel beroemd zijn. En ik hoor iedereen erover onderweg van, waar is Sinterklaas? Weet je waar Sinterklaas is? Waar jij bent, is Sinterklaas ook altijd. Ik heb echt geen flauw idee waar die mensen het over hebben. Maar ja, als, ik ga hem gewoon meenemen ook. Want als Sinterklaas zo beroemd is, dan moeten die Wes en Rudy ook wel heel beroemd zijn. Ik ga erheen. Ik ben erbij. 3 à 4 december. Hè? Ja, hij is heel verward, maar hij komt dus naar de show om te kijken. Dat is tenminste iets. En dan gaan we dus hopen dat op het feest alles goed komt. Maar hij komt in ieder geval dus hier naartoe. Maar dat patjo, hij is gewoon verward. En hij dacht van, joh, Wes en Rudy, dat Sinterklaas daarheen gaat, dan moet hun wel heel goed zijn. Dus ja, dus hij komt kijken naar de show. Dus dat is dus waarschijnlijk Regelpiet. We gaan het meemaken 3 à 4 december met bij de grote Wes en Rudy Sint Show. We gaan deze Wes en Rudy Sinterklaasjournaal, die misschien wat korter is dan normaal, afsluiten. Want we gaan ons hier opmaken voor de show. Alles klaarmaken. Zodat jullie op 3 à 4 december niks gaan missen van de grote Wes en Rudy Sint Show. Ik ga dit journaal, het laatste journaal, afsluiten met een liedje. En het liedje is van Sinterklaas, wie kent hem niet? En natuurlijk Zwarte Piet. Ik zou zeggen jongens, alvast tot bij de show en tot de volgende Wes en Rudy Sinterklaasjournaal. Die is dan waarschijnlijk weer volgend jaar, maar we gaan wel sowieso de show doen. Bedankt voor het kijken en geniet ervan, hè. Want Sinterklaas,
Wie kent hem niet? Bij Pasen denken als Sinterklaas, dan stuur ik hem een kaart. Ik schrijf er toe en met hem gaat een groet gelijk zijn paard. Ik maak een soort van grapje over de zak van Zwarte Piet. Maar Sinter het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben, dan rij ik even bij ze langs omdat ik ze heel goed ken. Helaas, helaas is Sinter thuis en soms een Zwarte Piet, die trouwens in zijn vrije tijd opvallend bleekjes ziet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas. Elk jaar op 5 december krijg ik al een kleur. Ik weet dat me te wachten staat een schimmel voor de deur. Ik heb wat drank in huis gehaald, ontvang ze met een lied. Maar het ene jaar drinken ze wel en het jaar daarop weer niet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Marsepein. Pepernoten, 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 speculaas. Pepernoten, 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 suikergoed. Pepernoten, 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 taai, 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 taai. Pepernoten, 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 pepernoten. De beste vrienden van ons allemaal, voor altijd en eeuwig, 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 heel veel jaar. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas.